kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ben ik niet in de studio, ik ben buiten, ik ben op bezoek bij een hele Jaja vrouw. Deze vrouw heeft verschillende petten op haar en dat vind ik altijd leuk wanneer vrouwen altijd zo on the go zijn. Vandaag heeft ze de pet op als eigenlijk bijna een wetenschapper, kan je zeggen. En dat is niemand anders dan mevrouw Astrid van Eer. Mevrouw van Eer, welkom in Gesprek Met. Dank je wel dat ik aanwezig mag zijn. Ik ben onder de indruk dat de media goed heeft ingespeeld op de workshop die wij gepland hebben. Juist, jullie hadden op 18 februari een workshop over kanker. Hè? Ja, klopt. En als thema, met kanker kan je leven. Klopt. Maar wat ik ook heb begrepen is dat eigenlijk elke maand in het licht staat van kanker. Elke maand is er een orgaan dat kanker kan ontwikkelen. In het licht van. Oh ja? Dus we hoorden eigenlijk elke maand, want de bekende zijn in februari, 4 februari is Wereldkankerdag. En de maand februari is Prevention Cancer Awareness Month. Oh, okay. Deze maand is darmkankermaand, wordt er aandacht extra awareness over de hele wereld voor darmkanker. Okay. Maar wij kennen dus die 4 februari, Cancer Month. Yeah. En we kennen dan 25 oktober. Pink ribbon, borstkankermaand. Oh, ja. Oh, maar het is eigenlijk elke maand is er. En sommige maanden hebben verschillende soorten kanker. Mooi. Maar zo net zei ik, u heeft verschillende petten. Welke pet heeft u nu op? Nu ben ik medisch. We praten nu met u als? Nu, ik ben Astrid van Eer. Ik ben secretaris van de Stichting Kanker, Diagnostiek en Preventie. Oh. En ik ben hiertoe gekomen omdat ik ben medisch analist, gespecialiseerd in pathologie. En met pathologie bestudeer je de verschillende kankersoorten. Je krijgt materiaal vanuit het lichaam en dan moet je ze bestuderen. Je bewerkt ze en dan kan je zeggen het is kwaadaardig of het is goedaardig. En dan kan je daarbij ook nog kijken van welke soort het is. En als het een metastase is. Metastase, wat is dat? Een metastase is een uitzaaiing van kanker. Oh, okay. Maar waarom heeft u die stichting opgericht? Want voor de duidelijkheid, u bent geen, ik ben geen ervaringsdeskundige. Nee, ik ben geen ervaringsdeskundige. Okay. Ik heb die ziekte niet gehad. Mm-hmm. Maar toen ik na 25 jaar werken, onder andere voor Daniel de Hoed Kliniek, is ook een kankerinstituut. Mm-hmm. En al bij het Slotervaartziekenhuis ondersteunend al voor het Van Leeuwenhoek Instituut, ben ik naar Suriname gekomen. Mm-hmm. En probeerde ik dus hier mijn diensten aan te bieden. En op een gegeven moment is er een stop. Je kan niet verder gaan. En toen dacht ik, weet je wat, ik treed uit het vak. Mm-hmm. En dan ga ik wat anders doen. Ja. En dat heb ik gedaan, jaren. En toen kwam ook daaraan plotseling een stop. Mm-hmm. En in de tussentijd ben ik als vrijwilligster gaan werken voor de kankerpatiënten. Wat is het te doen? Wat is het andere dat u bent gaan doen? Ik was in. Ik deed event management, toneel, filmproducties en theater. En mijn laatste grote theater-event dat ik deed was regisseren van Weiland Wesje. Ja, en zijn neef Turbo. Mm, yeah. En dat is van de ene op de andere dag gestopt. Stop, inderdaad. En toen dacht ik, wat ga ik nu doen? Want u kunt niet stilzitten. Dus ik werkte in die periode sowieso als vrijwilligster voor de kankerpatiëntenvereniging. Mm-hmm. Maar net wat ik zeg, de kankerpatiëntenvereniging is een vereniging dat bestaat uit kanker. Ook het bestuur is uit survivors, ja, maar ook kankerpatiënten die in het bestuur zaten. En soms organiseerden ze dingen, maar dan viel plotseling iemand uit. Mm-hmm. En dan ondersteunde ik. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, weet je, er moet meer gedaan worden dan de kankerpatiënten begeleiden en ondersteunen. Ja. En toen dacht ik van, hoe komt het dat er in Suriname de simpelste kankers die wel voorkomen en behandeld kunnen worden, dat men toch eraan sterft. En dat waren onder andere baarmoederhalskanker en borstkanker. Ja. En toen ontmoette ik een ex-collega van me waarmee ik in het academisch ziekenhuis heb gewerkt. En toen zei zij, Astrid, ik weet wat je frustratie is, waarom je weg bent gegaan. Toen zei ik, wat? Toen zei ze, ik ben nou op dat punt. Mm. En toen zei ze, wat doe je nu? Ik zeg, nou, ik heb het idee opgevat om mijn eigen laboratorium op te zetten. Want
ik heb intussen tijd had ik door onderzoek ontdekt, die mensen wachten te lang op de uitslag. Want sommige mensen gaan op tijd naar de dokter, maar dan moeten ze 8 weken wachten op hun uitslag. En in de tussentijd? Groeit die kanker door. En tegen de tijd dat ze de uitslag krijgen, is het van stage 1, tussen aanhalingstekens, naar stage 4. Ja, ja. En dan moet je alle zeilen bijleggen om toch ervoor te zorgen dat die patiënt kan overleven. En dat komt, en het is geen opzet. Het sowieso dat lange wachten komt, omdat we maar 1 patholoog hebben voor heel Suriname. Op het aantal bevolking wat wij in Suriname hebben, hebben we minimaal 3 patologen nodig. Want het is niet alleen maar diagnosticeren, het is ook onderzoek doen. Hoe kunnen we het anders aanpakken? Welke voeding kan je wel, welke voeding kan je niet? Dus, maar onze enige patholoog, en ik heb heel veel respect voor hem, heeft zoveel. Want naast patologie heeft hij ook nog de forensische patologie. Als er ergens een moord is, als er iemand verdronken is, moet hij daar ook voor klaarstaan. Dus het is te begrijpen dat het zo lang duurt, maar het mag niet. Ja. Dus ik heb dus een project geschreven. En alles is in orde, we hebben grond, we hebben alle vergunningen al, we hebben ook toestemming van volksgezondheid, maar we hebben nog niet alle geld bij elkaar. Dat is het. En dat is een van de dingen die echt nodig is, het is echt nodig. Het zal wel veel kosten. Ja, we hebben 2 miljoen nodig, 2 miljoen US dollar hebben we nodig. We zijn nu op ongeveer 1 miljoen van toezeggingen, maar ja. We moeten nou weer kijken als die toezeggingen nog gelden, want het is intussen steeds slechter gegaan in Suriname. Maar we blijven niet stilzitten van we wachten op dat geld. Onze stichting kankerdiagnostiek, ik heb diagnostica uitgelegd, waarna we streven, een laboratorium opzetten en preventie. Okay. En preventie is voorkomen dat je die ziekte krijgt. En dat kan je doen door voorlichting te geven. En daarom ook die workshop, hè? Want Ik las ook dat zij van is om het taboe te doorbreken. Dus er is nog steeds taboe terwijl deze ziekte al zo lang is. Is ouder dan COVID. Is ouder dan COVID. En ik zeg, als zelf kleine kinderen over COVID kunnen praten, kunnen ook kleine kinderen praten over de ziekte kanker. Ja. En vandaar dat ik dat boekje heb geschreven, de T van Takrusiki. De K van kanker voor kinderen vanaf 9 jaar tot 90. Wow. Want ook de volwassenen weten heel weinig over die ziekte. Want vroeger weet ik, je mocht het niet uitspreken. Nee. Dan werd het K gezegd. En het werd Takrusiki genoemd. Waarom? Het werd Takrusiki genoemd omdat, het is op zichzelf al een lelijke ziekte. Mm-hmm. Dat is 1. Maar je ging eraan dood. Ah. En daardoor is ook dat taboe. En het was eigenlijk een beetje mysterieus voor de mensen. Want hoe ontstaat kanker eigenlijk? Kanker is, men weet nog niet 100% hoe kanker ontstaat, maar men begint door onderzoek te zien dat het sowieso is. Een cel krijgt een verkeerde prikkel en gaat verkeerd delen, houdt zich niet aan de lichamelijke regels waaraan je moet houden om te delen. Mm-hmm. Want je hebt verschillende, je hebt een kwaadaardige cel en een goedaardige cel. Dat kwaadaardige cel, dat wordt kanker genoemd. Okay. Het goedaardige cel is iets als een meioom, een buil, wat kinderen oplopen, een wrat. Alhoewel, je hebt ook kwaadaardige wratten, maar een wrat kan een goedaardige zwel zijn. En een goedaardige zwel, als je naar de dokter gaat, ik heb last hiervan, hij opereert je, het is weg en je bent klaar. Je hebt geen naastbestraling nodig, je hebt geen chemo. Ja. Terwijl een kwaadaardige zwel, die slaat zijn tentakels uit naar andere organen. Vandaar ook cancer. Cancer, vertaald, is kreeft. Een kreeft heeft een heleboel poten. En ik zeg altijd, door mijn werk, kunnen we het zien. Als we een stukje weefsel krijgen en je kijkt door de microscoop van boven naar beneden naar het stukje weefsel, dan zie je echt, dus je hebt rood weefsel, dat is het gezonde weefsel, en dan heb je, zo ziet het eruit, in het midden grijs-wit weefsel. En dan zie je door een microscoop, kan je die tentakels zien, net poten van een kreeft. Ja. Zo is het woordje ontstaan, cancer. Oh, dus dan weet je dat eigenlijk ook meteen een kwaadaardig. Is kwaadaardig, oh, ja. Okay. Een goedaardige zwel is afgekapseld, ligt het gewoon eruit. Mm-hmm. Je kan last hebben van goedaardige zwel doordat het groter wordt en dan gaat het druk op andere organen. Okay. Maar zodra het eruit is, dan is het afgelopen. Maar deze tastjes en die dan worden dan... Die worden dan ook kankercellen of
Welke? Als hij die andere organen aantast. Nee. Wanneer het eruit is gehaald, dan krijgen die andere organen hun eigenlijke vorm terug. En dan kan je normaal doorleven. Uitzaai, je bedoelt dat zo kwaadaardig is wel? Ja, kwaadaardig. Die gaat doorgroeien in andere organen. Mm-hmm. En wat je ook hebt, doordat het zo snel deelt, is de cohesie, de saamhorigheid, is zwakker. Dus dat kunnen cellen loslaten. En die kunnen via bloed of via het lymf ergens anders naartoe gaan en daardoor gaan groeien. Mm-hmm. Dus soms heeft men last van, en dat is dan dat uitzwermen naar een ander orgaan, mm-hmm. dat is die metastase. Okay, ja. En dan soms heeft men last, niet van het van waar het is ontstaan, maar heeft men last van die andere. Oh, ja. Ja. Maar wat gebeurt dan, laten we zeggen, als je borstkanker hebt, soms zijn die kwaadaardige gezwellen heel klein. Mm-hmm. Dus dan voel je het niet. Maar het is wel heel agressief. Oh. Dan kan het via bloed of je lymfe naar, laten we zeggen, je hersenen gaan. Mm-hmm. En dan kan je daar last van hebben. Absoluut. Maar u zei, een cel krijgt een verkeerde prikkel. Hoe gebeurt dat? Waardoor? Door verkeerd eten, door roken, door inademen van giftige dampen. Dag in, dag uit. Daarom krijgen oudere mensen vaker kanker. Mm-hmm. Door straling, te veel eten van bewerkt voedsel, geraffineerde voeding, dus door verkeerde voeding. Ja. Even bij de laatste tijd, weet je, alle groenten wordt bespoten. Ja. En wij eten het. Mm-hmm. En als je het één keer eet, is het niet erg. Net zoals ik ook zeg van, wanneer ik voorlichting geef aan die kinderen, mm-hmm. dan zeg ik van, weet je, jullie moeten te veel Kentucky. Mm-hmm. Terwijl één keer in de maand kan je gaan en is het nog erbij veel lekkerder dan wanneer je elke dag... Want er zijn mensen die elke dag bij McDonald's stoppen om iets te eten, weet je? Of bij KFC stoppen. De stress is een van de ergste... Want door men gaat piekeren en dat... Je gaat piekeren en dan komen er endorfine of ik ken die precies en dan niet, maar er komen andere stofjes vrij die ook negatieve prikkels geven aan de cellen. Ja. Je weet, dus ik geef altijd als voorbeeld, wanneer iets leuks is en we zijn blij, dan komt er een bepaald gevoel van binnen, toch? Dat is een blij gevoel. Ja. Maar wanneer we verdrietig zijn, komt er ook een bepaald gevoel in ons lichaam. En dat zijn allemaal chemische stofjes in ons lichaam die vrijkomen. En vooral die negatieve stofjes kunnen verkeerde invloed hebben op die cellen. Ja. En als je piekert, dag in dag uit, dan raak je echt in de stress. Mm. En dan heb je dag in dag uit die verkeerde cellen in je lichaam. Want je moet je lichaam zien als een chemische fabriek. Mm-hmm. Sowieso de hersenen. Als je even stilstaat bij hoe ons lichaam functioneert. Hoe komt het dat dit gebeurt? Hoe komt het dat ik dat gevoel heb? Het zijn allemaal de chemische reacties die plaatsvinden in ons lichaam. Mm-hmm. En je hebt positieve reacties en negatieve reacties. Ja, zou dat nooit denken, hè? Dat maar dat jij zelf de oorzaak kan zijn van. Klopt. En daarom zeg ik ook van... Kijk, we hebben zeker nu in deze tijd hebben we een heleboel stress. Ja. Maar het is makkelijker gezegd van, zet stress opzij. Weet je, ik zeg altijd, ik heb ook stress. Mm-hmm. Maar wat ik doe van, oké, ik kan het nu niet oplossen. Ik ga een dagje erover slapen, misschien heb ik morgen oplossen. Als ik morgen niet heb, overmorgen, maar ik laat het los. Okay. Weet je, ik ga in gebed. Meestal als ik in gebed ga, dan leg ik het in handen van God. Zo praat ik van, oké, God, ik leg het in uw handen. U zal ervoor zorgen dat ik mijn oplossing krijg. Mm-hmm. Hij geeft mij tekenen. Ik moet mijn verstand gebruiken van hoe kan ik het oplossen. Vandaag niet, morgen niet, overmorgen misschien wel. Want als je het logisch bekijkt, het heeft eigenlijk geen zin om te gaan zitten piekeren en dat soort dingen. Als je geen oplossing hebt. Je moet het inderdaad loslaten. Ja. Of andere soort oplossing. Ik zeg altijd van, we moeten teruggaan naar onszelf. Mm-hmm. Weet je, we moeten bewuster met onszelf bezig zijn. En met elkaar. Ja. Dit boek heb ik zodanig geschreven, mm-hmm. dat je kan zitten als ouder, als oudere broer, als zus of met je kinderen. Yeah. En het vertellen. Mm-hmm. Het is geschreven op vertelbasis. Dat als je voorleest, dat het lijkt alsof je met je kind praat. Je leest het niet voor je. Je praat met je kind open. En je kind kan reageren erop. Mm-hmm. Het heeft opdrachtjes en aan het eind heb je een hoofdstuk test jezelf. En daarin zijn spelletjes, een quiz, opdrachtjes, ga een patiënt filmen, doe een interview met een patiënt. Het is dat
ouder en kind met elkaar over de ziekte praten. Ja, ja, ja. Want een heleboel ouders, mensen die ziekte hebben, ik vraag altijd als ik ze begeleid, hoe heb je je kinderen verteld? En dan zeggen ze, ze weten het niet. Mm-hmm. En dat is jammer. Zeker als het eentje is die van generatie op generatie gaat. Ja, dan ja. komt elke keer die persoon voor een verrassing te staan. Misschien mm-hmm. is je ouder al dood en van, ja, ik snap dit niet. Terwijl als je dat boekje leest, dan weet je van, het kan komen. En ik kan op tijd naar de dokter gaan, laat de dokter me in de gaten houden. Ik vertel aan de dokter, mijn moeder had het ook, mijn vader had het ook. Weet je, dus... Maar is het erfelijk dan? Sommigen. Oh, sommige. Je hebt borstkanker, heb je eentje. Of eigenlijk is het niet erg, het zit in de genen. Oh, okay. Borstkanker en darmkanker bij, kan het van vader op zoon gaan. Mm-hmm. Weet je? Die, een bepaalde soort. Want je hebt verschillende soorten kanker. Eén orgaan kan misschien drie soorten zijn. Drie soorten mm-hmm. kanker zijn. Omdat je orgaan uit verschillende lagen, mm-hmm. weefsels, is opgebouwd. Yeah. Je hebt een orgaan kan bestaan uit vetweefsel, spierweefsel, klierweefsel. En dan... dus dat moet ook op het laboratorium worden uitgezocht. Hoe komt het? Welke van die soorten weefsels waaruit dat orgaan is opgebouwd, heeft verkeerdelende cellen? Want nu hoor ik ze ook praten, nu in Suriname vaker over prostaatkanker bij mannen. Prostaatkanker bij mannen is bij mannen de eerste kankersoort. Okay. Waaraan ze overlijden. Mm-hmm. En op de tweede plaats komt darmkanker. En bij vrouwen is het borstkanker. En op de tweede plaats komt baarmoederhalskanker. En op de derde plaats darm. En daarna komt longkanker. Dat staat in het boekje. Oké, okay, ja. Maar overlijden ze nog of kan het genezen worden? Als je vroeger bij bent, kan het genezen worden. Mm-hmm. Als je er later bij bent, kan je ermee leven. En dan leren ze je ook hoe je mee moet leven. Mm-hmm. En als je te laat erbij bent, dan kan je overlijden daaraan. Ja, ja. Vandaar dat het taboe er is. En vandaar dat we ook die voorlichting willen geven. En leren hoe je preventief bezig kan zijn. Ja, want de thee van Takrusiki, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat is die thee dan? Die thee is de eerste letter van Takrusiki. Maar ze durven het niet uit te spreken, toch? Oh, dus dan zeggen ze bijvoorbeeld Agode, thee. Ja, nu zeggen ze Akiska of Apka. Of Abatak. Of Abatakrusiki. En daarom heb ik het een beetje... Dus ze zeggen K. En daarom heb ik gezegd, weet je, Takrusiki. De T van Takrusiki. Ja, dat is het eerste woord. En is dit boek overal te krijgen? Het is nog niet overal te krijgen. Maar het is sowieso al bij Dresscode te krijgen. En bij Pupses aan de Vanitsigastraat is het te krijgen. En bij de bestuursleden. Die kan je benaderen via... Facebook, Stichting Kankerdiagnostiek en Preventie. Okay. En in het kort dan KDPS. Ja, en dan kan je vragen en dan wordt het geleverd. Mm-hmm. En dit is niet een commerciële... Nee. We doen het nu voor 35 SAD's, een actieprijs, een introductieprijs. En als je het koopt, dan steun je ook de Stichting Kankerdiagnostiek en Preventie. Want de opbrengst gaat naar de Gaat naar de stichting. Mm-hmm. De opbrengst gaat naar ook de stichting. De opzetting van het laboratorium. Dat is heel veel geld. Mm-hmm. Maar wij proberen dus met de inkomsten patiënten te steunen. Bijvoorbeeld als iemand zijn medicijnen niet kan betalen, dan kunnen we ook een bijdrage doen. Dat hebben we al een paar keer gedaan. Mensen kunnen hun medicatie niet betalen. Want als ze behandeld worden, dan zegt plotseling de verzekering van, u bent al aan uw maximum. Mm-hmm. Dan hebben ze misschien 4 behandelingen gehad, maar dan moeten ze moeten meestal 10. Mm-hmm. Hoe moeten ze die andere 6 betalen? Precies. Weet je, dus dan doen we altijd wel, kunnen we een bijdrage doen. Mensen die naar het buitenland moeten gaan. Meestal kan de patiënt wel gaan, maar de begeleider kan niet gaan. Mm-hmm. En dan kunnen we ook een bijdrage doen. Dus we hebben nog niet zoveel geld dat we het totale bedrag kunnen betalen. Maar daar streven we naar. Ja. Om zoveel mogelijk fondsen te werven. Dat we de kankerpatiënten kunnen ondersteunen. Mm-hmm. En hun familie natuurlijk. Ja. Maar hoe werken de verzekeringsmaatschappijen zo dan dat je zegt... Je bent nu aan het einde. Er zijn er nog 6 behandelingen. Ja, de verzekeringsmaatschappijen. Je betaalt een bepaalde premie. En bij die premie hoort een bepaald bedrag waar je per jaar gebruik van mag maken. Mm-hmm. En ja, die medicijnen van kanker zijn geen goedkope medicijnen. Dus je meldt je aan en dan betalen ze je medicatie voor je. Maar wanneer je maximum bereikt, dan krijg je een teken
Een berichtje. Dat is een verzekeringsmaatschappij. Maar wat moeten ze verder doen? Hè? Hoe doen deze mensen? Veel mensen verkopen hun huis of nemen zware leningen. Dus en dat maakt die stress alleen maar nog erger, waardoor het langer duurt dat ze beter worden. Of misschien niet eens beter worden. Want zeker oudere mensen, weet je. Misschien zijn ze net aan hun pensioen en dan moeten ze toch nog een lening nemen om hun medicatie te doen. Het is schrijnend. Absoluut. Het is echt schrijnend. En ook dat is iets wat wij als stichting, samen met de andere stichtingen, we hebben eenheid gevormd. We heten Strijd tegen Kanker. Mm-hmm. Dus dat zijn de algemene dingen die we samen willen aanpakken. Om samen met de minister en de verzekeringmaatschappij aan de tafel te zitten. Om te kijken wat we kunnen doen dat de patiënt niet zo ver hoeft terug te vallen om zijn medicatie te betalen. Mm-hmm. Kijk, desnoods dat er een extra polis komt van, oké, als je bij mij bent verzekering, kan je extra polis voor geval je kanker krijgt. En dan heeft die patiënt zelf de keuze van, weet je wat, ik ga die extra verzekering nemen. Mm-hmm. En ik zeg altijd, neem het, want het is jouw lichaam. Absoluut. Weet je, veel mensen zeggen, met tap 50, maar lukum is 10. Mm-hmm. Met een feest. Absoluut. Spaar. Ja. Tap al 50, maar spaar. Mm-hmm. Maar lukum is 10, want je weet niet, als ik ziek word, de verzekering betaalt niet alles. Ja. Heb ik iets opzij gelegd om? Dat leer ik ze. Soms worden ze boos op me. Mm-hmm. Maar we moeten het niet vanzelfsprekend vinden dat iedereen alles, of de regering of de overheid, alles voor ons betaalt. Mm-hmm. We moeten zelf ook naar onszelf kijken. Ja. Weet je, het is een leefstijl, een gedragsstijl dat we zullen moeten veranderen en aanpassen. Ja. En u zegt, dit boek is voor kinderen vanaf 9 jaar. Ja. En hoe bereikt u die kinderen dan? Ik ben dus toen bij de eerste druk, want dit is de tweede druk. Mm-hmm. Bij de eerste druk ben ik, eigenlijk de eerste druk is gefinancierd door Lions Club Noord, omdat ze 60 werden. Okay. En die hadden toen gezegd, als eis hadden ze, dat alle mediatheken een boekje moeten krijgen. Mm-hmm. De kinderpolies en andere kinderen. Bibliotheken ook. Oké, dus het werd niet verkocht. Het mocht niet verkocht worden, want Lions, they serve. Yes. Zij nemen geen geld uit de gemeenschap. Okay. Dus dat is het verschil tussen Lions en onze stichting. Want wij hebben juist fondsen nodig om anderen te helpen. Precies. Maar we moesten dus naar de minister van Onderwijs om de toestemming te krijgen. 1, dat het in de mediatheek komt, maar ons streven is ook dat het komt in het curriculum van het onderwijs. Mm-hmm. En dat streven is er nog steeds. Ja, ja. Om ervoor te zorgen dat het in het curriculum komt. Dat kanker normaal wordt. Weet je, dat is nooit bij de biologieles of natuuronderwijs, precies, zoals het nu heet. Weet je, of op de eerste MULO. Dat iedereen weet. Weet je, als je naar school bent gegaan, heb je je informatie over de ziekte kanker. Mm-hmm. Ons motto is ook, kennis geeft kracht. Als je iets weet, ben je ook niet banger voor. Want veel mensen zijn bang om naar de dokter te gaan. In het boekje leer ik die kinderen van, als je moeder of je vader of jijzelf 5 of een pijntje hebt, bijvoorbeeld buikpijn, mm-hmm, en het gaat na 5 dagen niet weg, ga naar de dokter. Het hoeft geen kanker te zijn, maar laat het onderzoeken. Okay. Weet je? Want meestal van, en ik zeg aan die kinderen, als je mama of papa hoort klagen van, ik heb buikpijn, dan zet je een streepje op je kalender. 1. Als je het 5 keer hebt gehoord, dan zeg je, mama, papa, je moet naar de dokter gaan. Want misschien. Ja, ja. Weet je? Ja. Dus, en voor ik dat boekje had geschreven, leerde ik die kinderen het al. Hoor. Dat is niet nu. Ja. Want ik gaf bij kerkorganisaties gaf ik lezingen. Mm-hmm. Ik heb de laatste tijd heb ik voor die Bromtje Jaris van Odette Miranda. Ze heeft zo'n organisatie. Ja. Heeft ze jongerenclubs in wijken. Daar gaf ik ook voorlichting. En soms bellen die moeders. Want ik laat altijd mijn telefoonnummer achter als we voorlichting geven. Mm-hmm. Van, ik bel om te bedanken hoor. Want mijn kind heeft me gezegd, ik moet naar de dokter gaan. Maar het is niets, maar toch, weet je. Ja, dus ja. Het is spelenderwijs. En dan zie je van, ay, die kinderen nemen het op. En daarom ben ik blij dat ik dat boekje heb geschreven. Stellen ze veel vragen? Ze luisteren goed. Ze stellen niet direct veel vragen bij die Bromtje Jaris ga ik een tweede keer terug. En dan komen wel die vragen. Oh ja, oké. Okay. Een leuke vraag hoor. Maar waarom lukt het niet om het in het curriculum te krijgen? Omdat ik de minister nog steeds niet gesproken heb. Waarom? Weet ik niet. Kunt u niet oproep doen aan de minister? Minister Levens, wilt u onze stichting ontvangen om u
een boekje aan te bieden, de thee van Takrusiki. En dat we met elkaar kunnen praten over het boekje en kijken dat we het op een of andere manier in het curriculum kunnen krijgen. En wij zullen Dank u wel. Ook we zullen de minister ook contacten en vragen. Heeft u dit gezien? Ontvangt u vooral die mevrouw? Want het is heel goed, hè? Ja. Maar zijn er medicijnen, u zegt de medicatie, maar kunnen mensen ook andere medicijnen, alternatieve medicijnen gebruiken? Om of kanker te voorkomen of als je het eenmaal hebt, dat je geneest? Om kanker te voorkomen kan je sowieso de alternatieve medicatie, of ik zeg niet eens medicatie, ondersteuning van je immuunsysteem gebruiken. Okay. Omdat, waarom ik geen medicatie zeg, medicatie heeft onderzoek nodig. Ja. Weet je, ik ben een tijdje research analyst geweest en het is wel frustrerend om bewijzen te leveren. Want soms gaat het 9 keren goed en de 10e keer fout. Dan moet je opnieuw beginnen om te kijken waarom het fout gaat. Okay. Dat is research. Ja. Neemt een heleboel tijd. Mm-hmm. Dus door dingen uit je eigen apotheek, je tuin. Te gebruiken om je immuunsysteem te boosten. Maar wat ook zo is, als je uitbehandeld bent... Mm-hmm. Dan kan je palliatief, dat is nabehandelen of onderhoudend behandelen. Kan je ook natuurdingen gebruiken om de pijnen die je eventueel hebt te verlichten. Mm-hmm. Maar het beste is om van tevoren je immuunsysteem te boosten. Want ik zeg, al heb je een gezonde leefstijl, je eet gezond, je beweegt veel. Al heb je dat gedaan, kan je toch die ziekte krijgen. Maar dan ben je sterk genoeg om er tegen te vechten. Want u heeft een hele tuin hier. Maar ja, meestal als vrienden komen, zeggen ze van Astrid, je apotheek. Of ze komen hier, bijvoorbeeld ze willen koeswee-blad of ze willen koeswee. Ik heb wat doe je met koeswee-blad? Met het blad maak ik thee. Okay. Het is goed tegen buikklachten. Maar ik drink het soms ook, ik vind het gewoon lekker om te drinken. Oh. Ik heb redikatoen, maak ik ook thee. Maar dat is ook goed tegen verhoogde bloeddruk. Maar je mag ook niet te veel drinken, want anders verlaagt je bloeddruk. Okay. Ik heb een boekje met Surinaamse kruiden. En daarin staan tips hoe je al die dingen moet gebruiken. Ik heb marva, dus ik neem een takje, kook water, ik zet het erin, dan heb ik marva thee. En die is ook goed voor iets? Is voor alles. Het boost gewoon je immuunsysteem. Ja. Ik heb mijn mondje kers. Mm-hmm. Die toppen, die gebruik ik ook. Maak ik ook thee. En soms met een klein beetje honing. Zeker als het droge tijd is, is het heel warm. Het lest door. Okay. Nou, tot slot. Dat boekje, heel interessant. Ik zie dat u opdrachten heeft en verschillende tips, no? Ja. Tips en weetjes staan ook in het boekje. Kunnen die iedereen deze opdrachten makkelijk beantwoorden? Ja, als je het boekje hebt gelezen dan kan je alle antwoorden staan in dat boekje. En dan kan je ook teruggaan natuurlijk. Ah, want ik zie hier, dat is volgens mij opdracht 15 in het boekje. Zijn de volgende uitspraken waar of niet waar? En plaats een kruisje. Zal ik proberen? Probeer. Laten we zien dat we gaan slagen hoor. Je krijgt longkanker van roken. Dat is zwaar. Klopt. Toch? Je krijgt kanker van iemand die al kanker heeft. Niet waar. Nee, is niet besmettelijk. Oké, goed zo. Goed zo, ja, dat is echt goed. Als je onbeschermd in de zon ligt, kan je kanker krijgen. Waar? Waar. Waarom is het waar? Hoe kan je... Die zonnestralen kunnen activeren. Kunnen actief zijn, dan kan je huidkanker krijgen. Oké, okay. Ja. En zeker nu, weet je, met de, ozonlaag, gat in de ozon, dan komen nu meerdere stralen door. Vroeger, die ozonlaag beschermde, weet je. Maar nu komen ook andere stralen door. Ja, ik ben goed op weg. Ja. Kanker komt vaker voor bij oudere mensen. Dat heeft u aangegeven. Ja, waar. Ja, waar. Het komt ook voor bij kinderen. Ja. En bij kinderen heb je vooral hersenkanker en bloedkanker. En men bestudeert nu, althans wat ik het laatst gelezen heb. Ik heb een abonnement bij AVL. Ja. Dus dan sturen ze Antonie van Leeuwenhoek Instituut in Nederland. Dat is een specialistische instituut waar ze alles weten over kanker, waar ook researchonderzoek wordt gedaan. En men weet nog niet precies hoe die kankers bij die kinderen ontstaan. Maar in mijn boekje heb ik ook geschreven van het kan zijn de omgeving waarin de moeder tijdens de zwangerschap was. Het kan ook zijn door straling. Mm.
Weet je, soms weten we niet, vooral met die grote masten, weet je. Je weet niet als het door die straling komt. Dus dat soort onderzoeken worden nu gedaan. En daarom moet je vaak doneren voor AVL. Ja. Dat ze dat soort onderzoeken kunnen doen. Ook hangt er vanaf wat je als moeder eet. Weet je, dus het is echt, we moeten echt. En het is geen grap, want soms doet men, ach, heb je haar weer. We moeten terug naar onszelf. Hoe leef je? Ja. Wat eet je? Wat gaat in mijn lichaam? Weet je, is echt. Bijvoorbeeld, weet je, ik kijk hoe die jongeren vooral die energy drinks drinken. Het is een boost van cafeïne. Je nieren gaan kapot. Men verbaast zich hoe er zoveel nierpatiënten zijn. Maar dat is het. Als je jong bent, weet je het niet. Maar naarmate je het meer gebruikt, je maakt je lichaam kapot. Zo. Weet je? Ja, het is echt. We moeten naar onszelf gaan en weten wat we in onszelf zetten. Wat je in je zet, dat komt uit je. Absoluut. En de laatste was: een goedaardige tumor is kanker. Niet waar. Niet waar. Ik ben geslaagd. Goed zo. Nou, maar in elk geval, het leek me heel informatief en interessant boekje. Ik heb het gelezen. Ja, ik heb het gemerkt, want al je vragen waren goed. Ja, helemaal goed. En dat je zegt: kennis geeft kracht, lobby. Heel hartelijk bedankt voor dit boekje. En graag gedaan. Ik bleef het lezen en ik denk, wauw, sommige dingen, daar sta je niet bij stil. Ja. Maar dit is echt ook een eye-opener. Ja. Blijf het lezen, zet het niet in de kast, niet als naslagwerk. Je hebt kleinkinderen, lees met je. Ja, met mijn kleinkinderen. Doe die spelletjes met je kleinkinderen, absoluut. Weet je. Dat is echt. Ik heb hele positieve reacties gehad, ook van ouderen. Oké. Okay. Ja. Wat zegt u tot slot tegen de samenleving? We zijn nu in de maand maart. Het is darmkanker. Kankermoord. Mond. En darmkanker moeten we echt letten op ons voeding. Echt weten wat we eten. En wat we in ons lichaam brengen. En ik verbied niet dat je fastfood eet. Maar kijk naar de hoeveelheid. Probeer zo min mogelijk bewerkt voedsel te eten. En bewerkt voedsel is zoutvlees, batjo, want er zit veel zout in. Suikers, weet je wat? Zet vruchten in water, laat het lekker aftrekken. Zet een smaakje erbij als essence. Drink dat, want witte suiker is funest. Dus leef gezond, beweeg. En dan denk ik dat we veel verder kunnen komen. Dat we een gezonder Suriname zullen hebben. Nou, heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. En we zijn heel blij met u. Gaat u door met het goede werk dat u doet. Dank u wel. En kijkers, dat was dus het gesprek dat ik heb gehad met mevrouw Astrid van Eer. We hebben gesproken over de ziekte kanker en het taboe daaromheen. Bij haar gaat het erom, dat taboe moeten we nu met z'n allen gaan doorbreken. Het is een ziekte waaraan je niet meteen dood gaat. Maar u heeft ook gehoord dat ze het heeft gehad over preventie. Wat eten we? Hoe gaan we om met ons lichaam? Ik moet nu ook gaan bewegen. Dus ik stel voor dat u dat ook doet. Maar gaat u niet weg? Straks ben ik er met het tweede onderwerp. Tot zo. Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In het eerste deel heb ik met mevrouw Astrid van Eer gesproken over kanker in zijn algemeenheid. Maar ook is het zo dat de maand februari is uitgeroepen tot kankermaand. Maar de maand maart is uitgeroepen tot de prostaatkankermaand. Dus reden voor ons om in gesprek te gaan met de heer Frans Eersteling. Hij is ondervoorzitter/secretaris van de Prostaatkankerstichting Suriname, PKSS. Meneer Eersteling, welkom in gesprek met. Dankjewel, Carla. Die stichting, was er een noodzaak dat er zo'n stichting moest komen? Ja. En er is natuurlijk een ontstaand geschiedenis. Mm-hmm. Onze voorzitter, die is ervaringsdeskundige. Okay. En hij is in het buitenland behandeld toen. Dat is pakweg 20 jaar terug of zo. Zo. En hij heeft toen aan de specialisten die hem toen hebben geholpen, heeft hij dus een afspraak gemaakt van wanneer is oké, wanneer hij weer op zijn benen is, dat hij in elk geval een stichting gaat beginnen om ook in Suriname een stukje awareness en anderen te creëren. Dus in principe is dat de ontstaan geschiedenis van de stichting. U bent zelf geen ervaringsdeskundige? Nee. Oké. Maar wat dan? Wat is dan jouw... Chas Warning is de voorzitter. En we hadden vanuit een andere organisatie waar ik ook participeer, dat is de stichting Mamikmang, hadden wij toen een
awareness sessie. En we hebben toen ook een boekje uitgegeven over klachten bij mannen, over plasproblemen en prostaat. En in principe, ja, we kenden elkaar al. En eigenlijk naar aanleiding daarvan heeft hij me toen gevraagd van, hey, wil je man, ik kom me joinen, ik wil een stichting doen. En ik denk van, ja, is iets voor mannen. En nu heb je een goed gevoel erbij. Er was een echte noodzaak, ja, omdat er zoveel, sowieso is er altijd een taboe rond kanker. Ja. Ja. En wij mannen gaan ook nog moeilijker naar de dokter. Mm-hmm. En willen ook niet eigenlijk toegeven dat er problemen zijn. Dus, you know, ja, alles bij elkaar was het echt wel nodig om een stukje awareness te creëren bij de man, maar ook natuurlijk bij de gezinsleden, de vrouwen, ja, et cetera. Hoe lang bestaat die stichting? We bestaan nu al langer dan 5 jaar. En hebben jullie het gevoel dat jullie, you're getting there, de mannen worden wakker geschud? Ik denk dat we goed op weg zijn om de awareness te creëren. Ja. Dat het belangrijk is voor mannen dat ze letten op hun gezondheid. En eigenlijk de kern van onze boodschap is, wacht niet. Zodra je 40 bent, 40 plus, laat bij een regulier onderzoek die je doet, ook je PSA checken, dat is een stofje. Prostaat specifiek antigeen, mm-hmm, die voorkomt in je bloed. Okay. En dat heeft een bepaalde waarde. Net als bij als je suiker hebt, dan moet je waarde X zijn. Of als je ijzer, weet je. En als het te hoog is, dan weet je, hey. Als het te hoog is, kan er iets aan de hand zijn. Dan moet er verder onderzocht worden. Mm-hmm. Want het gemene van prostaatkanker is dat pas als het er is, dan pas krijg je klachten. Oh, oké. Okay. Snap je? Dus maar eigenlijk, maar wat voor soort klachten? Maar er zijn geen voorbodes, zoiets bijvoorbeeld? Nee. Ja, of branderigheid bij plassen? Wat, dat dus dat soort dingen heb je, maar dan is er al iets aan de hand. Oh. En dat hoeft geen kanker te zijn. Het kan ook gewoon een ontsteking zijn. Mm-hmm. Weet je? Dus het hoeft nog geen kanker te zijn. Daarom zeggen we, die PSA geeft een indicatie. Mm-hmm. Als hij hoog is, van hey, toch even verder laten onderzoeken. En dan kan via de huisarts, die eventueel verwijst naar de specialist. Dat wordt er dan verder onderzocht. Ja, ja. Maar in de volksmond, volgens mij wordt er altijd een link gemaakt met prostaat en ballen. Is prostaat bij de ballen? Nee. Nee? Wordt die link niet gemaakt? Ja, mm-hmm, maar het is niet zo. De prostaat zit onder de plasbuis. In elk geval, we gaan later het plaatje zien. Ja, ja. Mm-hmm. Waar het duidelijk te zien is waar de prostaat ligt. En de prostaat zorgt eigenlijk voor het vocht dat bij een zaadlozing vrijkomt. Dat is eigenlijk de main purpose van de prostaat. Van de prostaat. Ja. En hoe, waarom plotseling worden die waarden hoog? Waarom krijgt men iemand bijvoorbeeld prostaatkanker? Oeh, we don't know. Oh, you don't... Ja, het is net als elke kankersoort. Hoe komt het? Ja. Natuurlijk is de grote algemene noemer van, hey, weet je, probeer gezond te leven, juist, balance, ja. Ja. Fruit, bewegen. Maar om te zeggen van, specifiek daardoor, oh, okay, als je dat en dat en dat eet, of als je dat en dat en dat, dan krijg je het. Ja, nee, dat is, de wetenschap is nog niet zo ver. Je kan zeggen, iemand kan gewoon pech hebben. Dat maar, ja, maar goed, eigenlijk de algemene richtlijnen, hè, probeer gezond te leven, dus en wat, balance. En wat is gezond leven? Dus letten op je voeding, groente, fruit, water, genoeg vocht innemen. Niet te veel vet, niet te veel zout, niet te veel suiker. Weet je, dat soort dingen. Ja. Niet elke dag heel veel specerij gebruiken. Dus eigenlijk de reguliere dingen die gelden voor, weet je, balance. Eigenlijk, mm-hmm, balans in het leven, mm-hmm, dat helpt al een heleboel. En bewegen, de sporten. Hè? Bewegen is onderdeel van het balansgedeelte. Mm-hmm. Ontspannen, lachen. Dat vooral. Lachen. Ja. Oh, dat is geen stress, hè? Ja, want dat hoorde ik. Stress krijg je automatisch, dus daarom moet je zoeken. Mevrouw Van Eer zei, te veel stress, ja, kan ook een negatieve invloed hebben, klopt, op die cellen. Die... Maar het is nog steeds taboe. Waarom? Waarom is men zo eigenlijk een beetje bang om over deze ziekte te praten, om er gewoon openlijk over te zijn? Weet ik zelf ook niet. Maar het is natuurlijk ook omdat het een venijnige ziekte is. Hè? Het verrast. Net als bij prostaat. Wanneer je bij prostaat is, wanneer je al klachten hebt, dan is het al daar. Ja, ja.
ja, het waarom. Ik denk dat ja, in onze cultuur heeft het zo genoemd. Weet je, vroeger zei men niet eens de naam vanuit me. Ka. Of Atakurusiki. Juist. En natuurlijk bij mannen. Mannen hebben, praten nog minder. Mm-hmm. Zeker als het gaat om gezondheidsdingen. Ja. Issues. Dus dat hebben jullie ze een beetje zo ver gehad? Want ja. Ik weet dat de stichting sessies heeft georganiseerd. Komen ja. ze wel? Zijn ze vrij? Nou, we hebben natuurlijk toen we begonnen. De eerste sessie, dat was in ons erf. Nou, toen hadden we volgens mij 150 stoelen geregeld. En we moesten stoelen aanrukken. Zo. Er waren toen, ik dacht net, 3 vrouwen in de zaal. En eigenlijk vanaf dat moment, we zijn zelfs ook in de districten geweest, in Brokkepoonde, Bronsweg en Ikeri. Op een gegeven moment kregen we nog steeds zoveel uitnodigingen van organisaties. We zijn in kerken geweest, sportverenigingen, we zijn bij het leger geweest, ook voor de politie. De officieren van de politie hebben ook een sessie gehouden. Dus we werden steeds vaker uitgenodigd om informatie te delen. Ja, en wat zijn de veelgestelde vragen? Wat je net vroeg, hoe kan je het krijgen? Mm-hmm. Heeft het invloed? Hoe is het onderzoek? Wat zijn de effecten na misschien een behandeling? Heb je geen erectie meer? Kan je geen seks meer hebben? Mm-hmm. Dus dat soort dingen zijn de veelgestelde vragen. En? Kan je geen seks meer hebben? Krijg je geen erectie meer? Met de mogelijkheden die er nu zijn, komt dat veel minder voor. Mm-hmm. Dus dat is afhankelijk van het type behandeling dat je hebt gehad. Okay. En het feit dat de voorzitter 20 jaar geleden gediagnosticeerd is, maar ook genezen is, dat blijkt. Je hoeft niet meer dood te gaan. Genezen? Niet, no? Is niet het goede woord. Is niet het goede woord. Ah. Managing het. Oh, hij blijft in je liggen. In zijn geval, he still has it. Oh. But he's managing it. Oh, oké. Okay. Want bij borstkanker hoor ik soms dat je wordt genezen verklaard. Ja, nou, ja. Dat heb je ook bij prostaat, maar soms gaat het niet helemaal weg, maar je kan hem managen. Soms, it disappears. Ja, dus, het feit is, je blijft leven. Je kan leven, mm-hmm. en leven met een goede kwaliteit van leven. Mm-hmm. Een keer is het mooi gezegd, kan geen Barcelona Real Madrid meer spelen, maar op je Inter mogen tappen. Tegen Robin Hood, weet je? Inongo play Messi. Oké. Maar, dus deze maand is uitgeroepen tot prostaatkankermaand. Dat wil zeggen, er is een grotere focus op die ziekte. Wat doen jullie? We hebben in elk geval geparticipeerd afgelopen maand in de sessie bij COFA. En ATV was ook daar. Ja, die workshop. Uh-huh. En wat we gaan doen is online wat activiteiten hebben. We hebben ons in aanval vanaf COVID hebben we ook zeg maar online webinars gehad. Uh-huh. En, maar deze maand gaan we eigenlijk wat meer informatie, wat voorlichting, activiteiten ontplooien, maar meer online, dus via onze Facebookpagina, et cetera. Ja. Want deze ziekte is dat doodsoorzaak nummer 1? Voor mannen in Suriname? Kanker. Dus onder bij die mannen is het prostaat? Ja. Oké. Okay. En zijn er veel mannen overleden? Hebben jullie wat statistieken? Hoe staat het? We hebben wat informatie gehad. Maar hij moet weer geüpdate worden. Dus laat een beetje voorzichtig zijn met die informatie. Ja. Omdat hij geüpdate moet worden. Maar krijg je toch het gevoel, het gaat de goede kant op. Mannen zijn nu misschien sneller bij. Hebben in ieder geval succesverhalen van mannen die door onze activiteiten hun PSA hebben laten checken. Soms hebben ze daardoor ontdekt dat ze prostaatkanker hadden en ze hebben kunnen laten behandelen. Dus dat zijn voor ons succesverhalen en mannen die aware zijn en die nu zeggen van ik laat elk jaar mijn PSA even checken. Als ik een groot lichamelijk onderzoek laat doen door mijn huisarts, dat is net als bij vrouwen regelmatig. Ja.
uitstrekken. Ja, ja. Nou, dus datzelfde cultuur willen we ook gaan creëren bij mannen. Bij de mannen. Want dat en het gaat. Het gaat. Oh, het gaat. Maar mannen gaan veel minder naar de dokter. Mm-hmm. Zo snel. Stoer toch, stoer. Ja, er zijn wat uitdagingen. want deze ziekte heeft eigenlijk invloed op het heel gezin, hè? Ja, eigenlijk elke als ziekte. Als een man ziek is, ja, dan is ja, toch? Ja, eigenlijk elke ziekte. Elke ziekte. Heeft invloed, maar zeker weten, omdat het effectief op de man, maar ook zijn gedrag, et cetera. Dus ja, en een van de dingen die we altijd zeggen van, als je gaat, zeker naar de dokter, naar de specialist, ga nooit alleen. Mm-hmm. Toch? Omdat, ja. Zeker als je slecht nieuws moet horen, dan hoor je maar een gedeelte en de andere dingen die de dokter ja, zegt, die hoor je niet. Helemaal... Dus dat is ook een van onze adviezen, ga nooit alleen. Naar de dokter. Ja. Niet altijd. Vertrouwenspersoon, je partner. Die er niet over willen praten, het beetje, die gewoon liever stiekem juist alleen gaan. Ja, maar, en dan horen ze het en dan dragen ze het ook alleen. Ja, dat is heel jammer. Ja. Dat is heel jammer omdat, net wat je zelf al zei, niet de persoon alleen leidt, maar zijn hele omgeving. Ja. En het is natuurlijk heel moeilijk van de omgeving als men niet weet wat er aan de hand is, maar men ziet wel dat there's something going on, weet je. Dus je kan het liever sharen en dan kunnen we elkaar helpen. Oké. Okay. Nou, maar ik zie in je logo hebben jullie ook een bloem gezet, ne? Het is een, ja, een palulu. Palulu. Ja. Oké, okay. Is een speciale reden daarvoor? Gewoon dat Surinaams karakter. Surinaams. Oh, oké. Okay. En die palulu blijft staan. Ah. Hij blijft lang staan. Dus hij laat je zien van, okay, is mooi, is ja. mooi. Het is ja. echt om die mannen te triggeren van, kijk naar die palulu. Ja. Ja. Dus het is nog niet het eind van de wereld. Not the end of the world. Not the end. Nou, maar dat vind ik mooi. Ik zal zeggen, ik ben blij met deze stichting, want er moeten meer van deze organisaties komen die mensen aware maken. Hè, van, hey, waarom zijn er taboes eigenlijk? Ja. Vraag je je af. Het heeft helemaal geen zin. En je kan je leven en je leven van zeg maar, de mensen die van je houden, of waarvan jij houdt, kan je eigenlijk blijven voortzetten, goed houden, ja, voortzetten. Okay. Quality of life. Yes. Maar wat, dus mannen moeten vanaf hun 40ste? Dat is ons advies. Eerder? Waarom niet? Over het algemeen, dat is eigenlijk wat de medici ook aangeven, vanaf je 40ste. Maar ja, kijk, je hebt altijd uitzonderingen, toch? Maar ons advies is rond de 40. Oké, okay, dus dan wat moeten ze doen? 40? Wat 40, doe je dan? Als je naar een arts gaat, vraag als je bij een reguliere bloedonderzoek, vinkt hij ook nog af PSA. Oké. Okay. Prostaat-specifiek antigeen, en daar is een bepaalde waarde. Als je 40 bent, moet hij zijn tussen X en Y. Mm-hmm. Ik dacht. Ja. Wauw. Oh, met plaatjes ook, leuk. U ziet ze niet, maar. Nou, dan okay. Moet hij zijn minder dan 3. Okay. Toch? En mm-hmm. Zo gaat dat verder. Volgende groep is tussen 50 en 60. Zo heb je dus voor elke voor alle segmenten een bepaalde waarde. En dan weten ze dat als het minder dan 3 is, zit je goed? Dan is no problem. Oké, okay, als het boven 3 is, dan gaat de arts verder kijken van okay, misschien na een bepaalde periode weer even testen. Oh. En kijken als hij verandert, stijgt hij, daalt hij. Want het kan natuurlijk ook een momentopname zijn, ja. Toch? Ja. Maar dat is voor de artsen. Absoluut. Dat is voor de artsen. Nou, in elk geval, meneer Eersteling, Frans Eersteling, voorzitter en secretaris van de stichting. Ondervoorzitter. Ondervoorzitter, oh ja, ja, ja. Ondervoorzitter. Blij dat je hier wilde zijn om deze informatie met ons te delen. Wat zeg je tot slot tegen de mannen, vooral de vanaf 40 naar boven? De boodschap is, zodra je 40 bent, laat je PSA checken. En als je het nog nooit hebt gedaan, ga alsjeblieft as soon as possible, want we hebben ook mannen, zijn ook mannen tegengekomen van 50, 60 die nog nooit een PSA hebben gecheckt. Ons advies is, laat het checken. It could save your life. Very well said. Hartelijk bedankt en heel veel succes met de stichting. Dankjewel.
Kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van In Gesprek Met. Deze aflevering stond helemaal in het licht van kanker. In het eerste deel heb ik, zoals ik eerder zei, gesproken met mevrouw Astrid van Eer. En met haar heb ik gesproken over kanker in zijn algemeenheid. En daar hebben we ook gehoord hoeveel kankersoorten er zijn. Daar schrik je even van. En in het tweede deel met meneer Frans Eersteling over prostaatkanker. U heeft gehoord wat hij heeft gezegd. Gezond leven, goed eten, bewegen. En vrouwen, let op je man. Als hij het niet doet, spoor hem aan dat hij dat onderzoek gaat doen. Zodat jullie met z'n allen lang en gelukkig kunnen leven. Nou, heeft u net deze aflevering gemist? De herhaling is vanavond op kanaal 12.2 rond 9 uur. We zijn er volgende week woensdag weer. Tot dan. Goeiedag.